Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zotrex. De enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de kermis in Tilburg? En hoe was de kermis in Ude? Ja, Ude. Ik heb een fantastische dag gehad. Echt waar, ik zeg het niet vaak. Ik had ook echt het gevoel van, ja, kermissen. Ik weet het niet meer. Volgens mij ben ik er een beetje klaar mee met kermissen. Ik heb echt zaterdag zo'n ontzettende leuke dag gehad. Met Ramonski. Daar wil ik Ramon nog even voor bedanken. Ramon, bedankt. Het was echt weer een ontzettende leuke dag. En het geeft mij enigszins een kijk van. Met z'n tweeën kan het ook best heel erg gezellig zijn. Het is natuurlijk wel leuker om met een grote groep te gaan. Maar ja, ik was alleen met Ramon. Ik heb me prima vermaakt. Tilburg. Wat vond ik van Tilburg? Ik vond Tilburg. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Ik vond Tilburg dit jaar tegenvallen. Ik vond de opzet en zo vond ik allemaal wel heel erg leuk. Maar bij mij was echt. Ik heb echt een hele grote afkeer gekregen vanwege die afgesloten route. Dat je ineens de helft ineens van de kermis kwijt bent. En dat je heel moeilijk van het ene plein naar het andere plein kan gaan. Ja, daar heb ik het best wel moeite mee. Ik vond het echt een hele gemiste kans van de Tilburgse kermis. Normaal was dat altijd een stuk beter, was dat altijd geregeld. Je kon gewoon in één stoet, kon je doorlopen. Dat heb ik echt dit jaar wel gemist. Maar er waren ook wel een heleboel hoogtepunten. We waren er weer op de kermis. De breakdance was weer super. We hebben natuurlijk Ramon's FAP-attractie weer gezien. Ik heb ondanks dat het wat minder was. Mijn drinkkraampje was weg. We hebben wel even ergens anders gedronken. Ondanks dat heb ik best wel een prima dag gehad in Tilburg. Ik heb het best wel naar mijn zin gehad. Het was een leuke kermis, was het weer. Ik ben altijd blij als ik hem kan doen. En dat ik hem gedaan heb. Want Tilburgse kermis hoort eigenlijk gewoon standaard elk jaar op mijn kanaal te staan. Ik vind de Tilburgse kermis gewoon. Ja, dat hoort gewoon. Dat hoort gewoon op Zotrex. Elk jaar de Tilburgse kermis. Dat hoort gewoon op mijn YouTube kanaal te staan. Elk jaar hoort er een leuke aflevering te zijn van de Tilburgse kermis. En gelukkig was het dit jaar ook gelukkig weer. Volgend jaar ga ik hem ook zeker weten weer doen. Dus super was het in ieder geval. Was echt een leuke kermis. Nou, daarna zijn we nog doorgereden naar Uden. En wat vond ik van Uden? Ik vond Uden fantastisch. Ik vond hem persoonlijk de leukste en mooiste editie die er was. We hebben hem wel heel erg kort gedaan, want we waren ook ontzettend moe waren we. En we hadden best wel een beetje gehad. Want als je zo'n hele dag over die Tilburgse kermis slentert, dan ben je best wel moe daarna. Maar de Robotic, de Topspin Fresh en de Entertainer. God, wat een attractie zeg. Verschrikkelijk. Als dat volgend jaar weer terugkomt, nou dan ben ik volgend jaar sowieso weer in Uden. Want echt, jeetje, wat een attracties waren dat zeg. Geweldig, echt waar. Ik vond dit echt de allerbeste editie van de kermis in Uden die ik ooit heb meegemaakt. Ik vond hem echt fantastisch. Die Robotic, wat een attractie jongens. Ja, ik had natuurlijk eerst de breakdance altijd wat bij mij op nummer 1 stond. En de reactor stond altijd bij mij op nummer 1. En toen kwam in België, kwam de decadence erbij. Ja, het wordt nou een stuk moeilijker jongens. Het wordt nou een stuk moeilijker, want de decadence, ja, ik ga niet zo gauw de decadence van nummer 1 afhalen. Want decadence is ook echt fantastisch. Maar het wordt wel een moeilijke missie zo. Want ja, die Robotic, die vond ik ook wel heel erg goed. Dus gedeelte eerste plaats. Sowieso gedeeltelijke eerste plaats. Want het was gewoon geweldig. Jeetje, wat een attractie zeg jij. De Entertainer vond ik ook wel heel erg gaaf. Super. Wat een mooie gethematiseerde attractie is dat. Ik heb nog een stuk van die achterwand gefilmd.
Wauw, wat een attractie, jongens. Ik vond die ook ontzettend mooi. Dan hadden we nog de Top Fresh Spin. De Top Spin Fresh hadden we. Ik haal weer woorden door elkaar heen. Ja, vond ik ook geweldig. Super. Hartstikke leuk. Wel wat minder als die andere twee. Want ja, je kan die attractie kan je ook heel vaak zien. Als je naar Duinrel gaat, dan kan je die attractie ook zien. Dus dat vond ik nou nog niet echt heel erg bijzonder. Wel de show die gegeven werd, vond ik wel ontzettend leuk. Ook dat ene effectje erin. Dat hij dan eventjes draait zo stil. En dat hij dan draait. En dat hij dan die sproeiers omhoog zet. Dat die mensen even een nat gezicht krijgen. Ja, vond ik ook wel leuk. Ik heb me prima die twee dagen, of die twee kermissen in één dag, ik heb me prima vermaakt. Zeker weten volgend jaar weer Tilburgse kermis en de kermis in Uden. Ja, volgend jaar weer, jongens. Volgend jaar sta ik gewoon weer in de rij om naar de Tilburgse kermis te gaan en naar de kermis in Uden te gaan. Het was fantastisch. Ja, het was jammer. De Udense kermis, dat was de ene laatste dag dat ik ging. Daarom sorry nogmaals daarvoor dat hij zo laat kwam. Maar dat had enkel en alleen te maken dat ik... ik was een beetje laat. Ik was op de ene laatste dag was ik er. Dus ik krijg af en toe wel eens reacties van... die kermis is al lang afgelopen en dan zit je nou pas online. Ja, sorry, maar het kwam dus even zo uit. De ene laatste dag en ik wou even twee dagen, zo'n grote kermisvlog wil ik eigenlijk even altijd twee dagen even ertussen hebben. Zodat de mensen kunnen kijken naar de vlog en dan over twee dagen weer een grote kermisvlog. Doe ik altijd even twee dagen tussen altijd. Dus daarom, sorry dat het wat later was dan normaal. Dat was hem in ieder geval. Ja, Uden en Tilburg was weer een leuke editie dit jaar. Tilburg, minder dus vanwege dat enorme gat erin en die terrassies en af en toe wel eens een beetje een andere opstelling. Een opstelling dat je bij je eigen denkt van, ze hebben ineens de opstelling veranderd. Waarom eigenlijk? Ach, het moet ook wel een beetje kunnen, hè? Je moet ook wel een beetje kunnen spelen ermee, want elke keer dezelfde opstelling, dat is ook saai natuurlijk. Dus Tilburg, Uden, super kermis neergezet dit jaar. Wij gaan weer door naar de volgende kermis. En de volgende kermis zal waarschijnlijk Eindhoven wezen. Dus over een paar dagen, weken, kunnen jullie weer naar een kermisvlog kijken in Park Hilaria in Eindhoven. Daar ga ik sowieso daar naartoe. Dus wie er mee gaan, weet ik allemaal nog niet. Ricardo in ieder geval niet. Kevin in ieder geval niet. En Joost zal er waarschijnlijk ook niet bij zijn. Waarschijnlijk Ramon. Misschien Rob. Waarschijnlijk Ramon. Want Ramon was nog nooit meegeweest naar de kermis in Eindhoven. Die wou dat ook wel eens een keer zien. In Park Hilaria. Wou die nog wel eens zien. En Rob misschien. Ik weet het ook niet. We gaan het wel zien in ieder geval. Het duurt nog wel eventjes een weekje. Dus in ieder geval... Nog eventjes de tijd om eventjes weer bij te komen. En dan gaan we weer naar Eindhoven toe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. En wat is het wat is het wit hier, oh? Hallo? Jeetje, er staat helemaal geen zon, staat er. Raar, joh. Ja, je zou zeggen, als er een enorme zon staat of zo. Maar er staat echt helemaal geen zon. De zon is helemaal weg. En dan krijg je dit. Hele kale vlakte. Ja, dit is dit, hè, maar dat zijn mijn gordijnen. Maar voor de rest, ik vind het een beetje, Hij staat niet echt helemaal scherp. Maar goed, in ieder geval. Jongens, groetjes van deze kant. Doei, doei. Hoi.